Vandaag zijn we in Utrecht. Zou ik misschien dit roomboterkroissantje mogen? Ja. 1,50 was het toch? Ja. Oké, okay, ik heb hier 1,50. Moet ik ook dabben nu? Ja, doe maar wel voor de zekerheid. Hoe staat deze muts mij? Laat het achter in de beschrijving en vergeet niet alvast de blauwe duim omhoog te abonneren. Teringding. Ja. Oh nee, wacht, houd plastic bel. Er zit nog garantie op. Goedemiddag, ik wil graag een vis eigenlijk. Maar ik heb geen geld. En het is voor een project eigenlijk. Heeft u misschien nog wat voor rottevis of zo? Iets wat u niet gaat verkopen? Heeft u misschien nog wat afval of zo? Dat hoeft helemaal niet groot, mag gewoon iets kleins zijn. Ja. Ja, het kan gewoon iets kleins zijn hoor. Dan doe ik dit erin. Zou je dat willen doen? Woe! Een hele fijne dag. Oké, dus ik had met David afgesproken om 8:30 vandaag op Utrecht Centraal. Er was storing bij de NS, waardoor ik niet op tijd bij David kwam. Dus ik tweet naar de NS. Krijg alsjeblieft. Ik tweet naar de NS. Alsjeblieft, krijg de hoerentyfus. En ze reageerde met liever niet en ze begonnen me te helpen om de wat als ik zoiets doe? Wow. Van status ophouden. Kun je een bokeh-foto van me maken of niet? Oh, ik was aan het filmen, joh. Ja, ik dacht ik maak wat sfeerbeelden ondertussen. Ik vind dit wel echt een van de mooiste plekken, denk ik wel. Het is hier ook zo rustig. Hallo.
Nou oké, zeg maar, ik heb voor mijn haar, omdat het nog zeg maar wit is en zo, heb ik haarshit meegenomen. Ik leg dit wel even zo neer. Wil je nou dat ik inzoom of dat je met je telefoon gefilmd? Nou in ieder geval, film je me? Ja. Nou dit is dus, zo kan ik dus zeg maar haar, grapje prank. Verdomme! Is dit nou? Is dit... Ik had de camera helemaal niet mezelf gericht. Ik had dit echt niet. Ben je echt zo'n kutprankje? Ja, maar nou. Nee! Daar. Nee, kom maar. Ga nog wat meer. Ja, dank het. Nee. Ik ga naar huis nu. David, ik heb je nodig. Ja, wacht. Ik haal het even weg namelijk. Mijn moeder is heel strikt met bepaalde dingen. Ze wil bijvoorbeeld niet dat ik veel snoep op een dag. Het is zelfs zo erg dat ze niet wil dat ik meer dan 3 keer per week cola drink. Maar goed, uitzondering. Ik ben gesponsord door Coca-Cola voor deze YouTube. Ja. Ik was vroeger echt een tering grote fan van Chocomel. Alleen Chocomel is slecht voor je. Dus... Dan nemen we het maar mee in een tweepak. Suiker is niet goed voor je, jongens. Je kunt het beste gewoon... doodgaan aan groente ziektes, eten. Obesitas. En... groente is beter. Derde graad obesitas kan ook wel. Gast, ik hou niet eens van Fernandes. Oh, never do you that, man! Wacht. Ja, kut, wat moeten we doen? Hier, kut, David, niet zo agressief. Dit soort agressie kan niet op de... Oh, ga je nou weer een... Oh. Oké, dus ik doe een bottleflip en dan spring ik erop. Doe dan... Nee, gast. Oké, daar gaan we een bottleflip doen. Ah. Wow, we gaan nu een... Ja, maar daar kan ik niet opspringen van. Ah. Ja, maar ik heb hoogtevrees. Spring op de fles. Kut, ik heb het niet opnieuw. Als je bottleflip... Ja. Nee, wacht. Denk aan het statiegeld. Als je bottleflipper niet meer zo goed werkt, moet je hem eerst weer bijvullen met water. Het loopt er meteen weer uit. Nou, zoals je ziet heb ik er weer bijgevuld met water. Nu kunnen we er weer mee pluggen. Hij is weer leeg. Hou je bek. Nee, kijk, als je ziet dat er... dat hij een beetje beschadigd is, dan moet je zorgen dat het oppervlak aan de onderkant weer heel is, zodat je er weer... op kunt staan. Ah, fucking, dat snijdt bijna. Oh, ze zit nog staan. Filmt hij? Wacht even. Filmt hij al? Ja. Ik heb dorst. Waarom ben je naar onder je bottleflip? Wel, super gave bottleflip. Kut! Als het lukt moet je Doe maar even. Kut! Kijk voor de. Nee, serieus, normaal stop. Hallo. Ah!
Ik ben benieuwd of hij er nog is. Er was niet hier. Was het? Oh nee, we zijn daar langs gelopen. Daar was het. We moeten oversteken hier. Jij denkt dat hij er nog is? Of dat hij weg is? Is hij er nog? Nooit! Is het? Is het? Nee, wacht, ik ben verdrietig van mijn vis. Nee! Nee! Mijn vis. Mijn vis. Dit kan gewoon niet. Gast, besef even dat ze daadwerkelijk een tas hebben gepakt waarop stond... Afblijven, mijn laptop zit er nog in. Waarschijnlijk heeft hij hem niet geopend. Als hij dat ding thuis opent, opent hij een fucking tas met een vis erin. Hoe mooi is dat? Je bent teleurstelling van het jaar, loser. Diefstal is nooit een... Diefstal is... Ik dacht echt even dat het hier onder gewoon meteen. Ik dacht echt even, what the fuck. Maar kijk, aan de overkant zit daar zeg maar niks meer, weet je wel. Dus... Oh ja, precies. Kan ik hier naar beneden gaan? Ik zou het doen voor de views. Ik doe dit voor mijn vis. Nee, gast. Hoe kom je nou nog terug? Leef onder de brug, want het leven is niks waard zonder mijn vis. We waren er helemaal niet van uitgegaan dat we die tas kwijt zouden raken. Ja, ook echt. Ons hele idee was dat we nu naar Driebergen zijn. Oké, kom maar verder. Zoiets. Wacht even, ik moet nog eventjes richten op de juiste plek. Yo! Kijkers! Even de... Fuck, ik heb jou nergens voor nodig. Nee, dat is een grapje! Tyfop! Nee, er zijn hier ook al muggen! Ik word toch genaaid door de muggen, Tyfop! Ik kom niet graag met mijn gezicht in beeld. Wel naar de... Nee! Ah, verdomme! Tyfop, met je kut! Ah, ik wil dood! Ah. Welkom bij een nieuwe woonwijk. Vandaag gaan we de woonwijk terroriseren. Hallo, vandaag? Ja. Gast, ik heb vrienden. Ik film alleen maar jouw hoofd. Ik heb geen idee waar die is. Oh, Tirk! Ja, nee, fuck up! Zit er toch eigenlijk best wel mee van die vis. Zit er echt wel mee. Ik had zo'n goede band met die vis. Je moet me trouwens niet motiveren. Oh, je moet verder gaan met je leven. En er is meer in het leven dan een vis. Zoals bijvoorbeeld je vriendin. Oh ja, je hebt gelijk. Gaan we nou... Ja.